Guus Pennings, algemeen directeur van VVV. De club heeft vandaag een nieuw sponsorconcept gelanceerd in samenwerking met Venlo.fit. Hoe is dat concept tot stand gekomen? De afgelopen periode hebben we ons als club afgevraagd van ja, wat voor rol willen wij nou eigenlijk hebben in de maatschappij? En ja, natuurlijk willen wij onze wedstrijden het hele jaar door proberen te winnen. Maar we hebben ons ook afgevraagd van hoe kunnen we nou op dagelijkse basis echt van toegevoegde waarde zijn voor de inwoners in onze regio. En toen zijn we ons gaan verdiepen in de uitdagingen die de regio kent. Ja, en daar zie je dan dat vitaliteit en gezondheid echt een forse uitdaging kent. En wij denken dat wij als club wel een autoriteit kunnen zijn op het gebied van sport, bewegen, vitaliteit. En nou, die rol die pakken we graag met beide handen aan. Dat kunnen we niet alleen. Er is al een heel mooi initiatief of heel veel initiatieven onder de vlag van Venlo.fit. En nou ja, daarom hebben we daar de handen mee in elkaar geslagen om te zorgen dat er nog veel meer mensen in deze regio een actief en gezonde leefstijl gaan hanteren. En Venlo.fit staat eigenlijk voor de sportvisie van de gemeente Venlo. Ja, dus eigenlijk als je de plat slaat, de afdeling sport en bewegen van de gemeente. Met hele mooie eigen beleidsdoelstellingen, met hele mooie programma's. Nou, Venlo.fit is ervan overtuigd dat met de kracht die wij als VVV hebben, het bereik wat we hebben, de invloed die we hebben op inwoners in de regio, dat wij als een katalysator of een eigen versneller kunnen dienen voor die mooie programma's die zij al dagelijks uitrollen. De gemeente is zelf geen sponsor van de club, toch, binnen dit concept? Nee, de gemeente moet je eigenlijk zien, hè, of Venlo.fit moet je zien als een samenwerkingspartner van VVV. En ja, natuurlijk nemen die de plek in van waar mensen gewend zijn dat daar Sierk ontstaat. Maar ja, dat hebben wij. Dat lossen we eigenlijk op door een aantal mooie bedrijven in de regio te binden aan het concept. Die zeggen van, hey, wij delen die ambitie voor een gezondere regio. We willen investeren in gezondheid en vitaliteit van onze eigen medewerkers. En zo ziet dat constructie eruit. Nou, we zijn heel blij dat Sikon ons eigenlijk vanaf dag 1 de ruimte heeft geboden om deze rol in te nemen, hè, om dit concept uit te rollen. En dat, ja, dat deden ze niet alleen door hun plek vrij te maken, maar ook door de eerste te zijn die zeggen van, hey, we ondersteunen dit, we omarmen dit en wij zijn de eerste die daar een handtekening onder zetten. Dus daar zijn we Sikon heel dankbaar voor en zijn heel blij mee. Hoe ziet de constructie er precies uit? Want je hebt Venlo.fit op het shirt. Daar zitten dan een aantal bedrijven achter die VVV sponsoren. Of hoe moeten mensen dat zien? Ja, we hebben de plek van Sikon vrijgemaakt voor Venlo.fit. En een aantal, ja, we noemen ze premium partners gevonden, die dat mee ondersteunen. En dat betekent dat zij VVV ook financieel ondersteunen. Dat zij dus de beweging die we met Venlo.fit in gang zetten, dat ze die ondersteunen. Maar VVV gaat ook daadwerkelijk een vitaliteitsprogramma uitrollen voor de medewerkers van de betrokken partners. Om te zorgen dat we niet alleen ons podium bieden, veel communicatie op gang brengen, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan een gezondere en vitale samenleving. Nou, in eerste instantie Sikon en Belden zijn eigenlijk de partners die gezondheidsvisie ondersteunen. Die deze inspanning ook doen om een gezondere en vitale regio te maken. Maar daarmee ook direct investeren in de gezondheid van hun eigen medewerkers. Waarom verkiezen jullie dit nieuwe concept boven een reguliere hoofdsponsor zoals de afgelopen jaren? Wij geloven heel erg in het concept omdat het ons de mogelijkheid geeft om een veel meer impact te maken in de maatschappij om ons heen. Maar ook de mogelijkheid geeft om met een heel aantal mooie bedrijven in de regio op een heel andere manier dan traditionele sponsoring samen te werken. Om samen een bepaalde missie te omarmen en daar samen ook verder vorm aan te geven. En ja, ik denk dat dat een trend is die je in sponsoring vaker ziet en ook iets wat heel goed past bij VVV in deze fase. Dit concept biedt ook voor meer bedrijven de ruimte om in te stappen, toch? Nou ja, we starten dit vandaag met Sikon en met Belden, die vanaf dag 1 hebben gezegd van, hey, wij gaan hier mee. Maar er is inderdaad ruimte voor een andere bedrijf om hierop in te stappen en om deze beweging mee te gaan ondersteunen. En nou ja, daarover zijn we met verschillende partijen in gesprek en daar hopen we ook de komende periode weer meer mooie bedrijven aan toe te voegen. Met dit nieuwe concept komt Venlo.fit dus op de wedstrijdshirt te staan in plaats van Sikon. Dat is best een grote verandering voor de club. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen moeten gaan wennen aan een VVV-shirt zonder Sikon op de borst. De club en Sikon zijn toch echt verweven geraakt de afgelopen tientallen jaren. Maar daarom ben ik zo blij dat Sikon de eerste en een van de meest betrokken partners is in het nieuwe concept. En we gaan ze ook een heel mooi ereplekje geven op de achterkant van het shirt. Dus dat ga je nog zien.